Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. We moeten weer tandarts spelen vandaag. En hier hebben we onze patiënt, dokter Wiebeltand van Pledo. Hij heeft al een paar tanden, maar ja, dit gaat ons niet alleen lukken. We moeten onze Playmobil dierenarts weer vragen om hulp. Hij is eigenlijk dierenarts, maar ja, goed. Hij moet wel even helpen, want onze tand wil wel heel bijzondere tanden hebben. Dus dat moeten we ook nog even zeggen. Ik hoop dat hij ons gaat helpen. En dan gaan we eens zien. Meneer de dokter. Oh, hallo, jullie zijn het weer. Is het weer een aap vandaag? Nee, vandaag niet. Oké, nou een ander dier dan. Nee, ook geen ander dier. Oh, ik ben toch dierenarts, dat heb ik toch al zo vaak gezegd. Oh, maar ja, ik heb uw hulp nodig. Oké, nou goed, wat is het dan? Kijk, achter u. Och ja, ik wist het. Ja, die ken ik. Nou, hij heeft al een paar tanden, zoals u ziet. En we moeten nog een paar maken. En gouden tanden wil hij niet hebben. Oh, nou ja. Maar zilveren tanden dan? Wat? Zilveren tanden? Ja, zilveren tanden. Hij wil zilveren tanden hebben. Laatst goud en nu al zilver. Wat is dit toch allemaal? Ik weet het niet. Nou ja. Ik hoop dat u ons wilt helpen. We hebben ook al intelligente klei voorbereid. Oké, nou vooruit. Ik ga jullie helpen. Ook met de zilveren tanden. We gaan dus zien wat het wordt. Maar willen jullie niet die Play-Doh klei gebruiken? Nee, we willen intelligente klei. Oké, dan. Nou, we proberen het dan maar. Daar gaan we dan. Meneer de dokter, u moet zich niet verstoppen achter de tandenborstel. Kijk, dit is beter. Kunt u ook een beetje meekijken met de patiënt? En dan gaan we nu beginnen met de witte klei. Dat klopt toch? Meneer? De dokter? Ja, oh ja, inderdaad. Ja. Ik ben nog steeds helemaal verbaasd dat jullie zilveren tanden willen. Ja, wij zijn ook verbaasd, maar ja, het was zijn keus. En nu gaan we eerst eens even een witte tand maken. Dat is natuurlijk ook heel leuk. En dan drukken we dit aan. En, oh. Die tand is niet zo mooi geworden, kijk maar. Nee, nou ja, ik probeer het nog een keer. Oké, misschien een beetje meer klei. En dan probeer ik het nog een keer. Nu zou het moeten werken. En nu ziet de tand er in ieder geval beter uit. Kijk eens. Ja, dat ziet er goed uit. Oké, mooi. Die doen we dan hier. Oké. Dan ontbreken er alleen hier nog 1, 2, 3, 4 zilveren tanden. Die komen dan hiervoor. En dan ontbreken er nog 1, 2, 3, 4, 5. 5 witte tanden. En die gaan we nu eens maken.
Meneer de dokter, we hebben de witte tanden nu gemaakt. Wilt u eens even kijken? Oh ja, natuurlijk. Oké, hieronder en boven ontbreken er nog wat voor de zilveren tanden. Moeten we nog boren? Nee, ik geloof het niet. Het ziet er allemaal wel goed uit. Echt? We kunnen ook boren hoor. Nee, hoeft niet. Ze zien er goed uit. En boven ook? Bent u er zeker van? Ja, niks boren. Nu kun je je zilveren tanden maken. Oh ja, dat moeten we ook gaan doen. En die zal ik eens even laten zien. Dit is de intelligente klei, Sneeuwstorm. En die ziet er echt heel cool uit. Dat worden dan de zilveren tanden. Kijk. Cool, hè? Nou ja, voor tanden niet echt, maar goed. Oké, wij gaan nu dan eens even proberen om met deze intelligente klei zilveren tanden te maken. Deze intelligente klei die loopt uit, dus dat moeten we even wat sneller doen. En we gaan nu dus nog even 4 tanden maken voor dokter Wiebeltand. Onze patiënt. En nu gaan we onze zilveren tanden maken. Zo, meneer de dokter. De zilveren tanden hebben we nu ook gemaakt. Wat vindt u ervan? Eens even kijken hoor. Ja, die witte tanden die zien er beter uit, vind ik. Ja, dat is waar. Maar op zich, we hebben intelligente klei gebruikt. En die blijft maar uitlopen. Maar toch ziet het er wel mooi uit, hè? Ja, best wel. Maar ja, tja, ik weet het niet zo goed. Ik vind ze er in ieder geval heel mooi uitzien. Nou ja, oké. Bedankt dat u ons wilde helpen. Heel fijn. Zo, ik hoop dat jullie het leuk vonden vandaag. De dierenarts heeft ons dus weer geholpen. En we hebben intelligente klei Sneeuwstorm gebruikt voor dokter Wiebeltand. Zoals jullie kunnen zien heeft hij dus zilveren tanden en die lopen wel snel uit. Verder ziet het er allemaal perfect uit en is de patiënt weer tevreden. Tot de volgende keer!